welkom bij een nieuwe Top 5 Flop 5. Ja, alleen nu een keer van iemand anders is van jou, ja, dus... Nu zit ik erachter. In plaats van de vragen stellen, stel ik jou nu de vraag en jij geeft ze antwoord. Dus laten we maar gelijk beginnen. Wat is jouw Top 5 van dit jaar geweest? Nou, nummer 5, Assassin's Creed 3. Eindelijk vond ik Assassin's Creed weer het niveau van Assassin's Creed 1 hebben. Ja, daar komt na lange tijd... Eindelijk een nieuwe Assassin's Creed die gewoon weer het oude niveau heeft. Was lijp. Op 4 heb ik Forza Horizon. Wat was dat lijp? Dat racen. Oh, voelde allemaal echt lekker aan. Was echt een chille game. En de hele sfeer. En het customize. Alles was gewoon perfect. Het was de perfecte race game, vond ik. Ja, dat klopt. Daar heb je ook wel gelijk. En het was ook echt vet. Op 3 heb ik FIFA 13. Ik vond dat... Ik vind het de beste voetbalgame ooit. Het verdedigen, dat je dat zelf moet doen, vind ik zo goed. Dat het gewoon echt voetbal lijkt. En ja, en dat echte voetbal, ja, dat vind ik toch echt wel lijp in een game. Dus ja. FIFA 13 is een van mijn favoriete games van dit jaar geworden. Op 2, een RPG, Skyrim. Meer zeg ik niet over Skyrim. Ja, Skyrim. Het is gewoon Skyrim. Hij was gigantisch. Ja. Hij was groot. Ik weet niet of het precies dat jaar uit is gekomen. Kan ook nog van vorig jaar zijn. Maar dan zeg ik Skyrim DLC. Want je kon een vampier zijn. Ja, klopt. En dat was ook lijp. Ja. In Dawn Guard kon je vampier zijn. Nou, wie wil dat nou niet zijn? Was je OP? Gewoon raar, vampier. ja, precies. Op 1, mijn favoriete game. Misschien wel mijn favoriete serie ooit. Mass Effect 3. Jezus. Wat was die game lekker. Die was echt geniaal. Tot op het punt dat het einde zat. Misschien was dat misschien wel jammer. Misschien was het ook wel gewoon klaar. Omdat het klaar was, zij waren een beetje teleurgesteld. Het einde viel een beetje tegen. Maar die weg ernaartoe was zo onmundig lijkt. Die hele serie alleen al. Elke keer. Echt, Mass Effect was top. Ja, dat ben ik het helemaal niet eens. Echt. Ik heb een applausje voor BioWare. Echt een geniale game. Dus ik hoop ook ooit op een nieuwe Mass Effect. Ja, ik ook. Nou, en dan gaan we natuurlijk nu over naar de flops van Timo. Dus wat zijn jouw flop 5? Flop. Als eerste, World of Warcraft, Mist of Pandaria. Wat waren die panda's toch misplaatst? Ze horen in WoW. Nee, ze horen niet in World of Warcraft. Als flop 4, Darksiders 2. Niks klopte. Darksiders wou een RPG zijn, een dungeon crawler, een adventure game. Maar niks was perfect. Het was allemaal, ja, het gaat net. Het ziet er wel oké uit. Het werkt een beetje. Ja. En het had geen... Ja, het wou zoveel zijn, waardoor het niks was. Ja, en daar ben ik het ook met je eens. Ze wouden te veel. Te veel. Ja. Darksiders 1, geniaal. Er was het nog niet een RPG met een gemix met een Avenger, met een dungeon crawl. Dat was gewoon een Avenger game, klaar. Met een beetje hack and slash. Was een goede game. Darksiders 2 heeft zich daar een beetje jammer zichzelf in de vingers gesneden. 3. Fable, The Journey. Connect. Op zeg naar genoeg. 2. Ja. Sleeping Dogs. Een sandbox game waar Martial Arts de hoofd... De hoofdlijn is. Ja. Nee. Ik kan daar niet warm worden of koud. Ik vind het gewoon jammer dat ze voor Tokio hebben. Of Japan of Shanghai of wat dan ook. Gewoon het hele Oosterse. Vond ik gewoon jammer aan die game. En sowieso sandbox games. Ik ben er niet kapot van. Dus. Maar deze vond ik wel jammer. Op 1 moet ik heel spijtig zeggen. Halo 4. Echt heel spijtig. De multiplayer klopt niet meer. Het is geen Halo. Ik heb het hele Halo gevoel is weg. De singleplayer, de wapens klinken echt voor geen meter naar de wapens zoals ze horen te klinken. Je hebt zoveel andere dingen, zoals jetpacks en zo. Ja, leuk dat het erin zit, maar dat is geen Halo. Je bent van machine naar machine aan het rennen in de singleplayer, want je moet... Cortana moet overal ingeplucht worden. Ja, en wat verwacht jij van 2013? Ik verwacht dat de nieuwe consoles niet worden getoond. Niet? Nee, we gaan krijgen misschien een concept game, een trailers weer volgend jaar met de E13. E13, E3. E3, ja. E3 in 2013.
Ik denk nog niet dat ze hem laten zien. Ik denk dat het voor bewaren voor de E3 in 2014. Met als nood, als ze het wel doen, dan alleen de Xbox. Misschien de Xbox in 2013, maar de PlayStation 4 hoef je nog niet te verwachten in 2013. Nee, dat klopt. Die wachten meestal totdat de Xbox al geannounced is. Dat was het voor mijn top 5, flop 5 en mijn verwachting. Ja, en dan zien we jullie allemaal, of ja, wij. Tenminste, jullie zien ons volgend jaar. Ik wens iedereen een fijne jaarwisseling en spoedig 2013. Ja. En blijf ons volgen op brogaming.nl. Sowieso. Nou, Broteam, out voor dit jaar.